Karim, zo richting het einde van dit seizoen gaan jullie ineens verrassend punten pakken. Ja, de laatste tijd hebben we veel punten gepakt. Ik denk uit de laatste 4 wedstrijden hebben we 3 keer gewonnen. Dus ja, dat is alleen maar positief. Hoe kun je die flow waar jullie toch wel in zitten verklaren? Ja, ik denk dat we het goed met ons team erover hebben gehad. Dat we gewoon bij elkaar moeten blijven. En dat we gewoon ons ding moeten doen. En dat de punten vanzelf komen. En dan is het mooi dat aan het eind van het seizoen het toch goed gaat. Zodat we voor volgend seizoen dan vanaf het begin gelijk er kunnen staan. Je teamgenoot, Toevan Osbuskurt, die zei voor mijn camera: ik wil eigenlijk dat wij nog wel 19e gaan worden. Wat denk je? Zit het er nog steeds in? Ja, ik hoop het ook. Ik weet niet wat RKC heeft gedaan. Ik weet niet of jij dat weet, maar ik hoop dat zij punten hebben laten liggen, zodat wij dichterbij komen bij hen. Dus, En hoe was deze wedstrijd voor jou? Ja, ja, als invaller natuurlijk. Dan probeer je gewoon je team te helpen en je uiteindelijk bekroond met een doelpunt. Dus dan is die invalbeurt helemaal mooi natuurlijk. Ja, dat deed je eerder dit seizoen op bezoek bij RKC Waalwijk. Toen stelde je een punt veilig. Nu de winnende. Hoe lekker is dat? Ja, dat is heerlijk natuurlijk. De winnende scoren, dat is altijd heerlijk om de winnende te scoren. En ik ben er zeker blij mee. Dat was ook wel even nodig, hè? Iemand die dan echt de trekker overhaalt. Ja, natuurlijk. We hebben wel wat aantal kansen gehad. Maar ja, wat je zegt, niemand heeft de trekker overgehaald. En ja, ik ben blij dat ik hem binnen heb geschoten. Waarom was dat moeilijk vandaag om zorgvuldig te zijn in de eindpaas? Ja, ik denk ook, heeft ook met vermoeidheid te maken, denk ik. Het is denk ik de 4e wedstrijd in 2 weken tijd. Vermoeidheid en uiteindelijk is het toch gelukt. En nu, waar gaat het eindigen? Ja, ik hoop dat we, wat je net zei, dat we op de 19e plek eindigen. 1 plek boven RKC, dus daar gaan we voor. En dat geeft wel degelijk voldoening dat jij dan net even die winnende binnen mag knallen, toch? Ja, natuurlijk. Nu zijn we 3 punten omhoog geklommen en ik hoop dat we het kunnen overbrengen naar volgende week. Beschrijf hem trouwens even, die goal. Ja, ik kreeg de bal van Odi vanuit de rechterkant. En ik zag de keeper al twijfelen. En ik kap hem naar binnen en ik schiet hem met een zwabber richting de verre hoek. Lage trap, dus glimlach. Gelukkig kunnen we een beetje lachen. Na die rode kaart maar. Ja, want die rode kaart, is dat dan een soort van felheid, overfelheid? Ja, natuurlijk. Ze konden nog één bal inbrengen. En dat wilde ik voorkomen. Alleen ik denk dat ik iets te gretig was. Dat ik hem raakte. Maar ik wil gewoon de bal raken. Maar ik raak hem. Dus wel jammer. Maar sta je daar langs de lijn voor 40 seconden en dan klinkt het eindsignaal al. Voelt het niet een beetje lullig? Ja, lullig. Ik denk dat het gewoon team zijn. En ik ben blij dat ik de winnende heb geschoten in de goal. En nu hebben we gewoon 3 punten. En dat is het belangrijkste, denk ik. 2 keer geel in teambelang, zullen we dan maar zeggen. Ja, tuurlijk, in teambelang.